Tijd om zelf aan de slag te gaan. Je gaat in je eigen huis op zoek naar Rembrandtlicht. Hierbij is het dus belangrijk dat je aan één zijde licht hebt, aan de andere zijde schaduw, maar dat er aan de schaduwzijde dat typische driehoekje onder je oog ontstaat. Ik doe met jullie mee, maar daarvoor switch ik wel eventjes naar mijn handige handycam. Oké. In mijn appartement heb ik dus heel veel grote ramen. En supermooi, maar niet als we op zoek gaan naar Rembrandtlicht. Hiervoor moet het contrast tussen licht en donker wat groter zijn. Ik ga in mijn huis dus op zoek naar een raam wat meer geschikt is hiervoor. Ik heb een klein raampje gevonden. Nu kan ik het licht iets beter sturen. Het licht komt nu redelijk frontaal op mijn gezicht. Erg mooi, maar niet echt waar we naar op zoek zijn als we Rembrandtlicht willen. Ik ga dus mijn gezicht verdraaien ten opzichte van het licht. En hier zie je het dus langzaam al gebeuren. De schaduw van mijn neus raakt de schaduw van mijn wang aan. En op deze manier creëren we het driehoekje onder je oog. Als je het nog iets beter wil zien, dan ga je de kamer gewoon iets onderbelichten. En dan zie je het verschil al wat duidelijker. Dit is het. Dit is in feite een Rembrandtlichtje. Wat heel erg interessant is, is dat het er niet zoveel mee te maken heeft wat de hoek is van mijn gezicht ten opzichte van de camera. Dus als ik hem nu deze kant op draai, dan ben ik aan de korte kant belicht, maar het Rembrandtlichtje is nog steeds intact. En als ik hem deze kant op draai, ben ik aan de lange kant belicht, maar nog steeds dat Rembrandtlichtje. Rembrandtlicht is natuurlijk niet het enige mooie licht in je huis. Loop rond en laat je verrassen door wat je tegenkomt. Hou je van mooi zacht licht, wat je overal egaal belicht? Hou je toch weer van dat spannende? Waarom ga je niet spelen met tegenlicht? Loop rond en laat je verrassen door wat je in je omgeving mooi vindt. In het volgende filmpje gaan we kijken naar het werk en het spannende lichtgebruik van Rubens.